komende maand. Omdat het een prachtig, mooi geschreven, heel bijzonder boek is. Het verhaal, vanaf de eerste bladzijde zit je erin en je wil alleen maar doorlezen. Het heeft een hoofdpersoon waar je eigenlijk een beetje... Je gaat in zijn hoofd wonen. En als lezer woon je het hele boek lang in het hoofd van deze bijzondere Matthew, de hoofdpersoon. Hij heeft een verhaal te vertellen wat heel uniek is. Het is niet altijd even leuk of grappig, maar hij heeft heel veel humor. En het is een boek wat je gewoon nooit meer vergeet. Wat ik heel speciaal eraan vond was dat het gaat over familie. Het gaat over vriendschap. Het gaat over de tekortkomingen ervan, hoe mensen heel veel van elkaar kunnen houden en toch falen om elkaar te bereiken en de gevolgen daarvan. Maar aan het eind sla je toch met een goed gevoel dicht omdat ze elkaar op een bepaalde manier toch weer vinden. Dat vond ik erg mooi. Ik ben hier vanavond omdat ik heel erg gegrepen werd door de toon van het boek. Het is een unieke stem en je wil gewoon doorlezen en af en toe leg je het weg, want dan grijpt het je bij de keel en dan durf ik niet meer verder te lezen. Maar het is fantastisch en het is iedere gruwel en iedere traan en iedere lach meer dan waard. Ik wil heel graag dat iedereen De Schok van de Val gaat lezen. Het is een messcherp, maar ook heel aandoenlijk en humoristisch boek over een jongen wiens broer door een dramatisch gebeurtenis om het leven is gekomen. En wij lezen daarin alles wat die broer daarna meemaakt, denkt en voelt. Het is echt heel erg goed. Ik wou even zeggen hoe geweldig ik dit boek vond. Het is in en in triest aan de ene kant, maar het is ook zo geweldig opbeurend. En dat maakt het dus tot een ontzettend prettige ervaring. Verder vinden wij dat er heel erg levensechte personen in beschreven worden. En je kunt wel merken dat elk woord heel zorgvuldig gewikt en gewogen is. En de laatste opmerking is, ik wil ook zo'n Omi als Matthew heeft. Dankjewel. Toen ik hoorde dat Nathan Fowler ook dichter was, dacht ik van, ja, dat klopt, want de taal in zijn boek is zo ontzettend poëtisch en ik geniet zo van elke zin die hij schrijft. Ja, en ik vind daarbij een heel erg ontroerend boek, dus van mij een aanrader. Ik zou willen zeggen, De Schok van de Val, prachtig, integer geschreven boek. Ik heb regelmatig met een brok in mijn keel gezeten. Ik vind dan ook dat gewoon iedereen het moet lezen. Ik vond het een prachtig boek, heel bijzonder. Het voelt echt alsof je in gesprek bent met Matthew, met de hoofdpersoon. Het voelt als een goed gesprek.